staan hier bij het paviljoen Elektrisch Varen. Als Campus Watersport zijn wij wat stappen aan het zetten richting de elektrificering. We hebben geïnvesteerd in de Zuidwester Sloep bijvoorbeeld met een Torquido Outboard. Daar zijn we super enthousiast en tevreden over. Maar het is wel leuk om u even mee te nemen op deze stand, want er zijn echt wel wat leuke dingen te zien. En als ik dan begin bij deze Stender 650, dat is een boot die wij niet verkopen. Maar vind ik wel hartstikke leuk. Aluminium, maar wel met een echt hele leuke, chique uitstraling. Tegelijkertijd nogmaals no nonsense. En wat leuk is om te zien, is de motor die hier onder de vloer zit. En waarom roer ik dat nou aan? Nou, normaal gesproken in een boot waar een dieselaandrijving zit, er zit er hier een kist met daarin een dieselmotor van 30 plus pk meestal. Die neemt ruimte in, maar hier kan dus de aandrijving onder de vloer zitten. En die lijkt klein, dat is die ook. Maar qua vermogen, qua koppel, is dit eigenlijk geweldig. En ik praat inmiddels uit ervaring, want we hebben onlangs een kapiteinssloep elektrisch gemaakt. Daar hebben we een 10 kW in gezet. Volgens mij is deze nog iets zwaarder, maar echt hartstikke leuk. Die glazen plaat eigenlijk, die zit er om te laten zien dat het nauwelijks ruimte inneemt. Natuurlijk moet je de accu's nog ergens kwijt, maar die zitten ergens anders in deze boot onder de vloer, dus die zie je niet. En als ik dan even doorga, dan zijn er hier een heel aantal merken te zien. Nogmaals, wij verkopen ze niet. Wij verkopen de Torquido Travel motoren en de Waterworld motoren. En de toekomst mogelijk nog andere dingen. Hier zien we een display staan van de Waterworld, een Speedster elektrisch. En zo liggen er hier een heel aantal. En ik neem hem even mee deze kant op. Naar bijvoorbeeld deze Zuidwestersloep. Wij hebben dan niet de 595, maar de 600. Ik vind deze 595 ook hartstikke leuk. En wat hier leuk en interessant aan is, is dat hij net een iets andere romvorm heeft. Die nog wat meer geschikt is voor elektrisch varen. Hij is wat ranker, waardoor die wat efficiënter is. En waardoor die eigenlijk minder elektriciteit gebruikt. Dus dit is eigenlijk een boot die heel goed daarvoor geschikt is. Mij spreekt het no-nonsense erg aan. Aluminium, makkelijk, onderhoudsarm. En eigenlijk vind ik dat ook een van de voordelen van elektrisch varen. Want die motor hoef je gewoon heel weinig aan te doen. Dan loop ik nog heel eventjes door. Want wat ik ook interessant vind is deze motor. Met een Ivoy. Ik ken het eigenlijk nog nauwelijks. Dit is een rib van een heel mooi merk. Ook dat verkopen we niet. Wij verkopen wel ribs, maar niet van dit merk. Met een vergelijkbaar met 150 pk benzinemotor, maar dit is een elektrische outboard motor. En er zit maar liefst aan accucapaciteit 63 kWh in. Dat is extreem veel. In een Tesla zit meestal 75 of nog wat meer. En er zit hier dus heel veel capaciteit in, waardoor er ongetwijfeld een behoorlijk goede range is. Ook op snelheid. Dus heel bijzonder. De accu's van Torquido, die zijn hartstikke goed en ik neem u mee deze kant op. Want eigenlijk het meest bijzondere is hier te zien. En dat is eigenlijk nog een prototype van een rib. Die gaat, heb ik begrepen, ingezet worden als begeleidingsboot bij zeilwedstrijden. En die gaat op waterstof varen. Waterstof is natuurlijk ook in combinatie met elektrisch. Ik weet daar nog niet alle details van. Er zijn ontwikkelingen. Ik heb begrepen dat er een watertaxi in Rotterdam gaat varen. Of misschien dat hij dat al doet op waterstof. Nou, dit is ook een ontwikkeling die wij natuurlijk nauwlettend volgen. Dus hartstikke leuk. Ik ben overtuigd van de voordelen van elektrisch varen. Als u nou zegt van, hey, interessant, hoe werkt dat nou? Wat betekent dat voor mij? We gaan graag voor u rekenen. We gaan graag kijken wat er kan. Kom langs, neem contact met ons op. En we vertellen u alles over Torquido, Waterworld, etc. Welkom.